Lidl kennen we voornamelijk als fietsenmerk met hun gamma op de weg en in het veld. Maar nu zijn ze ook hun mountainbike-gamma aan het uitbreiden. Dit hier is de Ridley Sablo, de eerste full suspension mountainbike in het gamma van Ridley. Wij testen de basisversie van de Sablo, uitgerust met een Shimano XT groepset, met een dubbele versnelling vooraan en 11 speed achteraan. Fox zorgde voor een Rhythm Series 32 voorvork en Factory Float DPS achtervering. Wanneer je vertrekt met deze fiets, duurt het niet lang om je aan te passen. De Sablo stuurt vlot en neemt moeiteloos iedere bocht. Het zwaartepunt voelt eveneens goed aan, waardoor deze mountainbike je perfect over iedere single track hitst. Competitieve cross-country mountainbikers zullen waarschijnlijk wel een stijvere fiets nodig hebben. De veringen van de Sablo bieden een travel van 120 mm. Dat is ruim voldoende om mooie mountainbike-ritten mee te doen. Wie op zoek is naar een pure competitiefiets, merkt best op een iets hogere afwerking, waarbij je wat meer veerweg hebt en je bijvoorbeeld de achtervering vanaf het stuur kan lokken. Voor €4.699 krijg je een mountainbike die makkelijk manoeuvreerbaar is en zeer reactief aanvoelt in de afdalingen. Kortom, een uitstekende keuze om je offroad mee te amuseren. Dus conclusie, Sam? Wel, voor mensen die op zoek zijn naar een mountainbike met een hoog fungehalte, dan is deze full suspension mountainbike uit België zeker een aanrader. Je amuseert je kostelijk op alle singletracks en je neemt probleemloos iedere afdaling.